Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl op de satellietfoto zien we niet al te veel bewolking, maar er is toch wel behoorlijk wat lage bewolking aanwezig. Met name in het westen en noorden van het land. En die bewolking die kan behoorlijk hardnekkig zijn. Ik denk dat het een hele scherpe grens wordt. In het zuiden en oosten dus zonnig weer. En in het noorden en in het westen heeft de zon het heel erg moeilijk. En dat blijft ook vanmiddag zo. Meeste bewolking in het noorden van het land. In het midden zit dan de overgangszone. En het zuiden heeft stralend zonnig weer. In het zuiden 20-21 graden, onder het wolkendek 16 naar 17 Vanavond komen er wat meer opklaringen, maar de wolken blijven nog wel deels aanwezig. En dat geldt ook voor de nachtelijke uren. Daardoor wordt het ook niet al te koud. Morgenochtend opnieuw wat wolkenvelden in het midden en noorden. Maar dan gaan ze met de zuidenwind wegtrekken. Dus morgenmiddag schijnt overal de zon. En dan wordt het 20 graden in het noorden en 24 maar liefst in het Limburg. En maandag wordt het nog warmer. In Limburg dan plaatst zich zelfs 25 graden. Zon overgrote dag, slechts een paar wolkjes aan de hemel. De wind blijft zuidelijk. Dinsdag ook nog droog weer, wel iets minder warm. Woensdag misschien de eerste bui in het Noordwesten. Bij Michiel Severin van Weerplaza.